Dan is het een beetje. Ik moet al die gekke tricks proberen. Iedereen klaar? Welkom op de persconferentie voor de start, ja, voor de start van de nieuwe skateramp movement. Als mede aangekondigd gaan we verder plannen hier met het skaterrein. Dus, het skaterrein hier is even anders op dit moment. Er zijn al wel wat kosten aan geweest. Het is ook, de toestel die stond is eigenlijk deels versleten. En er was een zeer sterke vraag van de skaters om te investeren in het skaterrein. Je merkt ook dat skaten een tijdsverdrijf is dat ontzettend goed leeft. Ik zie dat in mijn tijd heel populair is geweest. In tegenstelling tot alle andere dingen van toen heeft dat de tante tijd zeer goed overleefd. Het is eigenlijk een enorme revival bezig. We merken dat er een grote groep skaters uit Lier, uit de brede omgeving van Lier, die nog hier komen te skaten. Maar die ook wel terecht aangegeven gaven dat het park eigenlijk niet meer aangenaam was en ook niet meer veilig door de slijtage. Het belangrijkste element in zo'n park is een centrale ramp, waar je naartoe gaat voor je trucks. Er is dan de discussie geopend met de skaters zelf, die zich ook wat georganiseerd hebben. Daar heeft Arno hier ook de kaart getrokken. Door te zeggen van kijk, wat zou voor ons het belangrijkste zijn, welke model willen wij het liefst, welke firma vinden wij het betrouwbaarst, is enorm over nagedacht. Dat viel heel goed mee, want dat is natuurlijk een expertise die je binnen de stad niet hebt. Firma Stero is ernaast gekomen met een pyramid met een rail en een ledge. Zeg het naast die verkeerd zeg. Ja. Voor €20.000, alles inclusief, plaats in BTW. Dat vat misschien ook, ik heb meestal horen beweren, het beleid van Schepen verlaast goed samen. Een dure ramp. Nu in elk geval, daar mag het voor ons zeker niet bij stoppen, dat is voor mij niet goed. Dat is eigenlijk ook een aanzet voor een grotere investering in dit terrein. Movement heeft de ambitie om de plek te zijn waar 12 plus 13 plus van Lier zich kan verzamelen. We investeren veel in wijkspeeltuintjes, in grotere speeltuinen, maar we stellen vast dat een bepaalde leeftijdsgroep zich ook niet meer in fiets. Dat is de groep voor wie de speeltuin geen aantrekking meer heeft. En dat wordt dan altijd een heel moeilijke combinatie, want je moet ook een plek waar ze kunnen samenkomen, waar ze kunnen ontspannen. Wel, dat moet de stad ook bieden en het movement is daar de ideale locatie voor. We hebben een budget voorzien van €95.000 om dit jaar om een grote investering te doen. En de aanleg van een echt skatepark is daar wat ons betreft, mag er een heel groot deel naartoe gaan. Wat de analyse skaters ook maakt is van kijk, bovengrondse tuigen, dat is heel leuk. Maar eigenlijk een echt uitdagend skatepark, dat werkt met niveauverschillen in de trein zelf. Dus dan ga je dieper, dan maak je... Arno, jij kent de term beter waarschijnlijk? Dan gaan we met platformen werken waaraan je dan verschillende obstakels kunt laten uitkomen. En zo kun je veel meer gedaan krijgen van je skatepark. Ja. Dus trapjes, dieptes, muren, dat je kunt gebruiken. Dus niet louter een rechte vloer,
met zaak ook zit, maar dat je hoger en lager gaat. Die plannen daarvoor die gaan wij bekijken samen met de skaters. Wij verschijnen enorm dat we hier ook wat verenigd hebben. Dat die aanspreekbaar zijn voor ons en dat die ook input geven. En dat deze een heel mooi voorbeeld is van hoe dat je als stad in communicatie kunt gaan met je jeugd. En hoe die samen met u dingen kunnen installeren waar je meer mee kunt doen dan louter een persconferentie geven en achteraf kunnen naar kijken. Deze is een eerste aanzet van een heel grote investering in dat skatepark in de omgeving met movement. We hebben hier de fitness, geïnstalleerd vorig jaar. Waar ook heel veel succes heeft, waar ook een andere groep jongeren naar hier trekt. En waar toen de skaters ook zeiden van ja, dat is heel leuk, maar vergeet ons niet. En dit is die reactie dat ook de plannen zijn gekomen op dit terrein. Mocht er nog vragen zijn voor mij, kunt u stellen. Ik denk dat Arno ook nog kan toelichten hoe dat van hun kant hier gebeurd is. Ja, er was eerst een bericht op Facebook over die fitnesstoestellen. En is er van heel veel skaters reactie gekomen op Facebook. Dat ze eigenlijk ook graag een nieuw skatepark hadden. En dan zo zijn wij mails beginnen sturen met de stad. En dan zijn we gaan overleggen allemaal samen wat we graag wouden. En dan zo uiteindelijk is het skatepark gekomen. Wat is uw naam? Arno en IJs. Twee in een pizza. De realisatie van die skate-investeringen voorzien we in het najaar. Dat is gewoon 95.000. We gaan nu bestek opmaken, want dat firma's voorstel laten doen en dan bekijken met de skate in de jeugd wat nu de voorkeur wegdraagt en wat nog een lacune is. En hopelijk leven ze dan nog allemaal onder bij de opening. Fijn te kunnen genieten. Ja. Als er nog vragen zijn, is het moment. Arno Anijs. A dubbel in Y. Ben je van leer? Ja, dat is gemakkelijk. Ben je ook wel chef van het skate? Voilà, als er geen vragen meer zijn, dan... Staat u eens even... Op die rem? Ik heb toch een bord, hè.